We zaten binnen in de klas en ineens kwam de juf naar buiten en die zei van, we blijven binnen, want er is weer een granaat gevonden. Ja, flink schrikken. Buiten bij het schoolplein was door andere kinderen een granaat gevonden. Wij moesten binnen blijven en wachten totdat de meester kwam en die ging ons toe vertellen wat we moesten doen. De school belt meteen de politie. Zij sluiten het schoolplein af met een groot lint. Ja, best wel eng, want we weten niet of het explodeert of zo. Het is best wel gek eigenlijk, want je weet ook niet helemaal goed wat er aan de hand is. Ja, ik heb niks gezien, wij zitten gewoon daar ergens. We konden echt niks zien. En dan kom je buiten en zie je allemaal politie staan. Ja, vreemd. Een speciaal team van het leger komt de granaat onderzoeken. Ze zijn van de explosieve opruimingsdienst en weten alles van bommen. En ook hoe je die veilig kan opruimen. Al snel hebben ze goed nieuws. Nou, het gaat om een werpgewicht. Eigenlijk een oefenhandgranaat. Dus waar militairen vroeger, maar nu eigenlijk nog steeds, mee deden oefenen. Om te oefenen met gooien van de handgranaat. Een neppe dus, dat viel mee. Maar 2 jaar geleden werd in de buurt van deze school ook al eens een echte granaat gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Deze nepgranaat komt mogelijk van een legeroefenterrein dat vroeger bij de school in de buurt lag. Dus deze is niet geladen. Die heeft wel alle kenmerken van een echte handgranaat. Dus het is goed dat de melding is gedaan. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat meegenomen. En na een paar spannende uurtjes wachten mochten de kinderen toen eindelijk de klas weer uit. Nu mogen we eerder naar huis. Dat is dan wel leuk.